de Bellingstraat. En nou, de eerste maanden van het jaar ben ik druk bezig geweest om hier atelier van te maken. Van onze woonruimte beneden. En het concept is dat wij een atelier hebben waar iedereen zich welkom mag voelen en kan voelen. Omdat het deels een woonruimte is en deels een atelier. Dus vooral ook willen wij dit een huiselijke sfeer meegeven. Wat betekent dat als ik dan langsloop en ik klop aan, ben ik dan welkom voor een bakje koffie? Ik ben welkom voor een praatje, voor een bakje koffie, om al het moois te bewonderen. Ik schilder heel graag vogels, zoals je misschien ziet. Ja, ik zie al een hele mooie zwanen. Mussen. Mussen is mijn specialiteit. Maar ik zie ook een neushoorn inderdaad. Ik schilder ook. Af en toe maak ik eens een swipe naar wat groter en waar de liefde voor dieren is, dat gewoon fijn schilderen of ben je ook dol op dieren in het algemeen? Ja, ik ben heel dol op dieren. Ja. Ik heb nog geen katten om me heen kroelen. Nee, maar we hebben ook heel veel vogels. Dus als we een kat hebben, hebben we geen vogels in de tuin. Snap je? Ja, dat snap ik. Nee, we hebben een hele leuke kat hier voor de kruising. We noemen onze kruispuntenpoes. Die heb ik ook geschilderd. Die staat voor het raam. En nou ja, die komt gewoon, als straks het atelierdeur open staat, komt hij vast hier binnen om... Atelier Muzemusje. Muzemusje? Ja. Dat klinkt behoorlijk Zeeuws, Muzemusje. Ja. Ja, is dat zo? Ja, ja, muze is een muis toch? Of bedoel jij er wat anders mee? Nee, de muze. Ik ben de muze. Oh, van de muze. Kijk. Van de stadsdichter. Ja, maar de voormalig stadsdichter. Ja, ja, vertel dat eens, want hem heb ik ook nog niet ontmoet. Hoor ik hem naar boven? Ja. Dus hij is boven aan het werk, ja, dat klopt. Ja. Hij werkt voor de gemeente Vlissingen. Ja. En dan woont hij in Middelburg. Oeh. Ja, ja. Maar hij was de stadsdichter van Middelburg. En welk jaar was dat? 2012. En wat wij vooral samen doen, is Henry is heel erg sterk in woord, ik ben sterk in beeld. En dat voegen wij samen. Dus wij voorzien onze kunstwerken van mooie teksten. Hangt daar ook iets van hier zo? Of? Nou, dit is een mooi voorbeeld. We hebben daar kunstpostkaarten van laten maken. Ja, dat zijn dus hele mooie kaarten ook. En die verkoop je gewoon, zelf of staan die ook ergens in een winkel liggen? Nee, ik verkoop ze nu nog zelf. Ze komen binnenkort in België, in Gent, in een winkel te liggen. Morgen krijg ik de rest van de serie binnen. We hebben een serie van 6 kaarten laten maken, voorzien wel met tekst. Het mooie daarbij is dat de tekst het beeld versterkt, maar het beeld ook weer de tekst versterkt. Het is echt een gouden combinatie, noemen wij het. Ja. En als we de serie compleet hebben, morgen komen ze binnen, de rest van de kaarten, dan ga ik wel zorgen dat ze op meerdere plekken te vinden zijn voor de mensen. Maar dat klinkt als dat jullie ook, behalve dan woord en beeld verenigen, dat jullie ook wel... cultuur en ondernemen verenigen. Ja. Nou, dat is heel goed. Ja. Wat moet jij, leef jij van je kunst? Of, ja. Ja, nou ja, dan moet je dus inderdaad ondernemen. Ja. Ja. En een beetje profileren. Maar dat profileren begint dus al, want jij bent aangesloten al bij de... Kunst- en cultuurroute. Ja. Maar we zitten natuurlijk in die corona, dus de hele toegangsprocedure, zodat het is allemaal bij jou een beetje... Ja, het is een beetje anders gelopen dan anders, maar ik ben nu wel officieel toegelaten. Volgende, dus bij de eerstvolgende kunst- en cultuurroute begin juni hangt bij mij ook de vlag uit. Oh, dan gaat de echte route weer verstaan, maar er is nu een etalagevariant, toch? Ja, zolang de coronamaatregelen duren, is het een etalageroute. En ja, het is je eigen keuze of je mensen naar binnen laat per 2 bijvoorbeeld. Hè. Bij mij is de keuze inderdaad dat hier maximaal 2 mensen naar binnen mogen. En als je een beetje afstand houdt van elkaar, dan is dat heel goed te doen. Ja, ja, nou, leuk. Ja. Waar wil je les graag geven dan? Hier aan het aan. Oké. Okay. Ik ben nu met olieverf bezig, met een mus. Deze mus. Mooie mus hoor. Een ringmus is dit. Ja, ik ben gek op mussen. En wat ik zo mooi vind aan een mus, is dat het van die eenvoudige alledaagse vogeltjes zijn. Maar je ziet ze steeds minder. Gestudeerd zijn ze heel erg mooi. Ze zijn echt prachtig. Ja. Allemaal verschillende bruinkleurtjes en tintjes hebben ze. Ja. En ik heb ook daar dat raampje, zo'n kleine, dat is mijn vogelhut. Daar heb ik allemaal vogelvoer buiten en het stikt daar. Kunnen we daar even kijken buiten? Normaal gesproken. Kunnen we daar, ja? Van de vogeltjes. Kijk, Janno de Engelsman, we zitten net de donderdagmiddag. Die speelt altijd een... Jij verklapte net. We hadden het heel gek genoeg over bordelen, maar ooit is dit een bordeel geweest, zei je? Ja, klopt. Ja. Heel lang geleden.
Ja, dan ga ik dat toch eens opzoeken of ik daar iets over kan vinden. Ja, doen, de ruige tijd van de Bellingstraat. Die achterdeur vind ik ook heel leuk. Ze hebben zo'n boerderijdeur. Ja. Ja, leuk hè. Ja. En we hebben Evers. Oh, die komen hier ook. Ja. We hebben een vloerplek voor ze gemaakt. De kruispuntpoes. En die loopt gewoon altijd los buiten? Of weet je van wie die is? Die zit hier altijd, bijna altijd, op het kruispunt. En als er dan toeristen langskomen, dan moet hij geëit worden. Dan gaat, dus nooit gaat hij voor de voeten liggen. Dat gedrukte boek? Nee, dat is mijn wederhelft. Oké. Kijk, dat loopt helemaal door, zeg. Oh, wat gaaf. Oh, dat is heel gaaf. Bovendien zie ik ook hele oude banden. Ja, hij is schrijver, heeft een boek geschreven. Dus dat? Nou kijk, dat kan ik toepasselijk. Ja, dan blijf ik gewoon filmen. Vind je dat vervelend? Kunnen elkaar toch geen hand geven? Oh, dat kan natuurlijk niet. Aangenaam. Ja, ja. Was je boven aan het werk? Ja, ik ben aan het werk, ja. Ja, nou, Ria heeft al het een en ander verteld, maar het is echt totaal schandalig. Maar hoe kan ik nou een oude stadsdichter niet kennen met Wij zijn de stad? Dat is toch wel... Schandalig, ja. Ja, toch? Ja. Ja, nou, maar jij... Ja, was het periode 2011, 2012. Ja, het was inderdaad daar wel voordat ik ook dit deed, maar dan had ik het nog wel kunnen weten natuurlijk. Ja. Ik hoorde dat je ook in Torenvliet werkte van jou. Ja, daar ben ik heel blij mee. De manier waarop ze dat neergezet hebben bij die bunkers. Ja. Dat is echt superleuk, ja. Nou, misschien kunnen we daar ook nog eens een apart item van maken. Want ik ben natuurlijk een beetje voor het huizen voor atelier, moet ik zeggen. Hè? Ja. 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 Maar jullie doen dit wel echt samen. Ik ga even een klein stapje naar achter, dan heb ik jullie ook allebei in beeld. Ja. En jullie doen het echt samen. Ja. En jullie maken nu ook werken samen, begreep ik. Ja, een combi, hè? Dus van de kunst en de tekst. En kijken of dat elkaar een beetje kan versterken. Dat werkt leuk. Dat is heel bijzonder om te doen. Ja, ja, ze zeiden het al. Kijk, van schilderijen kan je goed leven. Maar ik ken ook wat jongens die poëzie schrijven. Maar daar kan je meestal niet goed van leven. Hè? Is dat bij jou? Dat is al duizenden jaren zo. Ja, levert helemaal niks op. Nee. Daar moet je niet doen voor het inkomen. Maar mag ik vragen wat je er dan nog naast doet? Of heb je nog een bedrijf of zo? Ik doe projecten. Ik doe klussen. Op dit moment doe ik een klus voor de gemeente Vlissingen. Oké. Okay. Ja. Okay. Ja. Maar wanneer heb je dan bijvoorbeeld dat boek geschreven? Doe je dat dan als een soort daarnaast? Of, daarnaast. Ja. Gaat dat goed? Ja, gaat uitstekend. Ja, als je maar plezier hebt in schrijven, dan gebeurt dat vanzelf. Ja. Dat werkt met de poëzie ook zo. Ja. Nou, leuk. En in ieder geval een prachtig pand hebben jullie hier. Inspirerend, ja. Mooi, levensinspirerend. Ja, en een mooie boekenkast. Ja, zeker.